U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een sterk wisselend beeld met vooral in het noorden van het land buien met een prachtige regenboog. In het zuiden van het land was het grotendeels droog en ook daar scheen de zon van tijd tot tijd. We zien dat goed op de satellietfoto van vanmiddag met boven het noorden van het land wat meer wolken en boven het zuiden zijn die wolken duidelijk wat minder actief. Ons weer komt in eerste instantie uit Engeland, maar geleidelijk aan moeten we verder wegkijken. En dan zien we de bewolking in de loop van de nacht toenemen, de wind neemt toe. En dan gaat het uiteindelijk ook regenen van het westen uit. Die regen trekt morgen over het land, daarna wordt het in de middag wat droger. En uiteindelijk zal die neerslag in de Alpen hier en daar in de vorm van sneeuw gaan vallen. Wij krijgen te maken met een westelijke stroming en dan wordt de lucht ook behoorlijk veel zachter. We zien de temperaturen vannacht wat dalen. Morgen loopt het kwik langzaam maar zeker al op en komen we uiteindelijk aan een graad of 11 toe. En die temperatuur stijgt donderdag nog verder. En dan gaan we richting maxima van zo'n 14 graden in de loop van de dag. Dat is heel zacht voor de tijd van het jaar en het is bijna recordzacht. Goed, zover is het nog niet. We hebben eerst nog een nacht te goed. Een avond ook met opklaringen. Het is vanavond meest droog en dan koelt het af naar 3 tot 5 graden. Dan gaat vannacht nauwelijks meer wat af. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe, gaat het waaien en gaat het regenen. Langs de kust krijgen we te maken met een harde wind uit het zuidwesten en dat is een windkracht 7. Ook morgenochtend nog regenachtig weer met een stevige wind. Die wind neemt in de loop van morgen langzaam wat af en in de middag draait hij naar west tot noordwest. In de middag wordt het ook een stuk droger. Dan schijnt misschien even de zon in het noordwesten van het land. Verder blijft het bewolkt. En als gezegd al dus heel zacht weer. Met 11 graden als maximum aan het eind van de middag. Voor donderdag 13 of 14 graden op de thermometers. Veel bewolking, van tijd tot tijd wat regen. In de middag opnieuw een wat drogere periode, vooral in het westen van het land. Vrijdag gaat het opnieuw hard regenen. En voor die regen uit wordt het nog 12 graden. Als de regen uiteindelijk aan het eind van de dag gaat wegtrekken, stroomt wat minder zachte lucht het land in. En zo wordt het zaterdag ongeveer 7 graden. Hebben we nog te maken met buien, maar komt er ook alweer ruimte voor een beetje zonneschijn. Wat gaan de temperaturen daarna doen? We zien ze in het weekeinde wat lager uitvallen, maar na het weekeinde in eerste instantie weer oplopen om vervolgens een vrij brede band te zien. Het lichtgrijze gebied wordt groter en dat betekent dat de onzekerheid in het weer ook toeneemt. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.